allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met level 5 van mijn eigen map. En waarom? Iemand had mij namelijk gevraagd om al de commando's in keertjes uit te leggen voor als je met je Elytra door een portaal vliegt dat zijn kleur verandert. Voordat ik wil beginnen, namelijk daar juist al is er een hele grote groep van Giro of Kaza of ik weet niet wat doorgekomen. Ik woon namelijk, zoals ik al heel veel eerder had gezegd, in één straat van het bos af. En in het bos zijn een hele hoop groepen van Giro, KSA, die daar eigenlijk allemaal met hun tenten zitten. En die zijn juist voorbij gekomen met vrij harde muziek, dus af en toe kan het zijn dat jullie dit misschien op de achtergrond kunnen gaan horen. Dat was vrij vervelend, want ik wil juist beginnen. Maar ja, dus als we nu op het scherm kijken, kunnen jullie namelijk mijn mannetje zien en zien jullie namelijk dat ik ook ergens sta. Wauw Jens, had je dat zelf gevonden? Nee, maar zoals je kunt zien ben ik namelijk bij level 5 van mijn eigen map en ik zit eigenlijk in mijn map. En hier was eigenlijk namelijk het Elytra gedeelte. Dus wat bedoel ik als ik eventjes een Elytra neem? Of een vliegdeksel zoals dat hier eigenlijk in het Nederlands. Dus ik heb namelijk de Elytra aan en dan kun je dus zien, hier zie je de TBG Elytra. En als ik dan namelijk eigenlijk, hier doorging, en mislukt natuurlijk wanneer je een video aan het maken bent. Maar als ik dan hier namelijk doorging, veranderde deze eigenlijk in een andere kleur. Dus origineel waren ze ook zwart, zoals hier. En was er eigenlijk een soort van indicatie van hier moet je doorvliegen en daarna werden ze groen. Ik ga eventjes een stukje film op het scherm laten zien. Waar het eigenlijk te zien is dat je namelijk eigenlijk door de koepel of door het cirkeltje moet gaan. En dat dan eigenlijk de kleur en zelfs een deuntje tevoorschijn komt. Dus wat ga ik eigenlijk gaan doen? Heel eenvoudig. Hier staan namelijk alle commando's ervoor. Deze hele reeks is namelijk eigenlijk alle commando's die ervoor zorgen om dit heel gedoe te laten werken. Plus nog een andere die er ook nog voor zorgt dat het eigenlijk werkt. Maar dit hele groepje zorgt er eigenlijk voor dat dit allemaal werkt. Dus hetgeen wat ik ga doen is namelijk eventjes naar mijn andere wereld gaan. Ik heb dit met behulp van een programma MC Edit, heb ik de hele commando's gekopieerd en geplakt in mijn andere wereld om het jullie makkelijker te laten zien. Dit is dan wel zonder een texture pack, dus ik ga het jullie gewoon laten zien zonder de texture pack. Dus ik ga eventjes naar de commando's wereld en dan laat ik het jullie zo dadelijk zien. Oké, zoals je kunt zien heb ik hier een hele hoop klaarstaan. Dit is namelijk het gedeelte van in de map zelf die ik gewoon gekopieerd en geplakt heb. En hier is namelijk de vorm te zien zoals het eruit ziet als in de map. Nu, in de map waren deze zwarte blokken eigenlijk gewoon echt zwart, want dit is namelijk bruin. Of ja, zwart geharde klei. Maar ze zien er eigenlijk eerder bruin uit. Dus hetgeen wat ik jullie vandaag ga laten zien is namelijk eerst hoe je deze maakt. En daarna hoe je eigenlijk de commando's te goed instelt. Dus hetgeen wat we gaan doen is op het begin. Gaan we namelijk verschillende vormen nemen. Verschillende blokken bedoel ik. Dus op het begin nemen we verschillende blokken. Ik heb hier nu namelijk de zwart gebeitselde klei, de groeisteen en de lichtgroen geharde klei. Hetgeen wat ik ga doen is eventjes ervoor zorgen dat hier gewoon nog een andere koepel staat. Ietsjes verder dan die, zodat we daar straks rechtdoor kunnen door. Dus hetgeen wat ik ga doen is namelijk eventjes een koepeltje maken. Bijvoorbeeld eentje lager als deze. Hup, en dan gaan we dit zo gaan maken. Waarom doe ik dit in zwart gebeitselde klei? Om jullie zelf eens te laten zien met de texture pack die ik heb gemaakt gehad. De texture pack kunnen jullie nu ook downloaden. Dan moet je eigenlijk de map gespeeld hebben. Dus oftewel spelen de map en haal je daar de texture pack uit. Oftewel vragen jullie eventjes de link aan mij. De link kan ik erbij zetten, eenmaal als er genoeg vragen zijn naar de texture pack. En dan kunnen jullie deze ook gaan afhalen. Dus we hebben nu eventjes de koepel gemaakt zoals ik hem in de map heb gemaakt. Eigenlijk ook terug volledig in het zwart. Deze koepel heb ik al volledig klaargezet. En dat kan ik jullie namelijk laten zien met behulp van deze redstone blok. Als ik hier eventjes eentje zet, ga je zien dat deze klaar is. Als ik hier namelijk zelfs ga doorvliegen, gaat hij het geluidje gaan doen. Plus de koepel gaat groen worden. Geloven jullie mij niet? Heel eenvoudig, ik zal er eens doorvliegen. Dan gaan jullie het te zien krijgen. Ik ga eventjes een F5, ik ga er door. En hop, je ziet, het is groen geworden. En normaal gezien is er ook een geluidje afgespeeld. Nu, wat ik ga doen is namelijk eigenlijk voor zorgen dat deze koepel dit ook kan doen met behulp van de verschillende commando's die hier ook onder als link in de beschrijving staan. Dan kunnen jullie die commando's ook te zien krijgen via mijn aparte website. Niet mijn website, maar via een website. Oké, hetgeen wat we eigenlijk gaan doen is als volgt. Hetgeen wat ik doe is namelijk hier als eerste dus namelijk die redstone blok zetten. En dat zorgt er dus namelijk voor dat hier alles opstart. Maar wat er eigenlijk gebeurt bij deze redstone blok is eerst ga ik het starten van deze ring. Dus wat ik doe is met deze commandoblok, hier staat heel eenvoudig, ik ga een redstone blok gaan plaatsen hier op dit beginstuk. En het tweede commandoblok is namelijk dat ik een Elytra krijg. Je ziet hier het vliegbeest heb ik het genaamd en dat je deze op de plaats moet laten staan.
Plus je kan hem ook niet wegnemen, want hij komt automatisch direct terug. Dus wat is deze commando? Dit is namelijk de eerste commando die had klaarstaan. Replace item entity, dus ik ga het item gaan herplaatsen bij iedereen met het slot armor chest, dus eigenlijk bij de chest piece, want daar kun je het alleen maar zetten, een ene alighter met geen damage, de naam display, naam vliegbeest en Laurens namelijk het paarse, laat deze op dezelfde plaats staan als dat je deze hebt gekregen. Dit is puur hetzelfde code als dat ik heb wat ik eigenlijk van de map heb. Maar hetgeen voordat wij eigenlijk met dit deel doorgaan, ga ik jullie gewoon gaan leren hoe je namelijk ervoor kunt gaan zorgen om dit eigenlijk klaar. Wat heb je daarvoor nodig? Verschillende commandoblokken en een beetje iets of wat goed gedachten en goed kunnen volgen. Dus het eerste wat ik eigenlijk heb gedaan met het eerste koepel is dit, maar ik ga gewoon het koepel. Met de eerste ring is deze, maar ik ga de tweede ring eventjes uitleggen. Dus hetgeen wat we eigenlijk gaan doen op het begin. Hier heb ik namelijk een effect, die gaan we ook gaan zetten. Maar we moeten ook namelijk gaan nakijken als je wel degelijk, hier, test de tweede ring, als je wel degelijk door de ring bent gekomen. Oké, hetgeen wat we eerst gaan doen is namelijk gaan kijken van, waar moet ik eigenlijk het effect zetten? Waar moet ik het effect, dus eigenlijk het soort van redstone gaan plaatsen. Heel eenvoudig, waar moet het redstone komen? Het redstone moet hier in dit vierkantje tevoorschijn komen. En dan krijg je eigenlijk namelijk dit. Dus als ik hier eventjes terug laat starten, dan zien jullie namelijk dat in dit rechthoekje, dus in deze rechthoek, eigenlijk het effect van de redstone zit. Dus hetgeen wat we eigenlijk ook gaan moeten doen, is namelijk hiervoor zorgen dat in dit rechthoekje namelijk ook de redstone komt. Dus welk punt nemen? We nemen het middelste punt. We doen slash fill, taptoets, taptoets, taptoets. En dan krijg je namelijk de coördinaten en deze kun je gewoon kopiëren en plakken. Of je doet op F3 en je kijkt bij looking at 125 en 1335. En dat is namelijk eigenlijk de coördinaten die je nodig hebt. Dus wat gaan we doen? We gaan namelijk naar de commandoblok die het redstone effect doet. En dat is namelijk deze. Hier staan al een heel hoop dingen in. Maar hetgeen wat er eigenlijk staat, zal ik jullie zo dadelijk zeggen. Oké, zoals je kunt zien staat er dus slash particle wet dust. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon redstone stof tevoorschijn brengt op het middelste puntje van het blok. Dus in het midden. Hetgeen wat ik doe, dit is de X-richting. Maar omdat mijn cirkels meer naar de Y, naar de Z-richting staan. En dat kunnen we zien als we F3 duwen. Dan kun je namelijk zien dat al mijn koepels richting die as staan. En dat is namelijk de Z-as. De rode is de X-as, de groene is de Y-as. Dus de blauwe is de Z-as. En daarom dat ik hier moet gaan kijken. Ah, X, niks doen. 0,5 blokken, dat betekent van de middelste blok de helft verder. Van aan allebei de kanten. Plus in de hoogte ook aan allebei de kanten. Waardoor je een vierkant krijgt. Als je hier 0 laat staan, is het gewone redstone. Zet je 1, is het gekleurde redstone. Dit is niet van het texture pack, dat kan ik jullie zelfs laten zien. En 7 is het aantal. Dus wat ik ga doen is hier eventjes hup, redstone blok gaan zetten. We gaan hier naartoe vliegen en hetgeen wat ik ga doen is dit gaan weghalen. En je ziet, tada, inderdaad hier is allemaal redstone. Nu je ziet dat hier aan de zijkanten een beetje niet echt redstone is. Dat kun je net ook weer aanpassen. Nu je ziet dit is geen texture pack, ik kan het je laten zien. Instelling bronpakketten, gewoon de default staat op. Dus dat is geen texture pack. Ik kan het je zelfs nog een keer laten zien door gewoon hier 0 te maken. Maak het hier 0 en je ziet, het kleur is weg, het is gewoon redstone. Dus boven de 0 wordt redstone eigenlijk gekleurd redstone. Dus als we dit terug 1 maken, wordt het terug gekleurd redstone. Inderdaad. Het volgende, ik ga deze 7 is terug naar de standaard zetten, naar 1. En dan krijg je dit. Zoals je ziet, het vierkantje is amper te zien. En daarvoor zorgt de 7-7 de vermenigvuldigheid van het effect. En ik neem nu bijvoorbeeld 8 en je ziet dat het eigenlijk veel groter is en ook veel wilder. Oké, dat is het eerste stuk wat we af hebben. Het tweede stuk is, hoe moeten we nu gaan nakijken als er iemand door deze koepel is gekomen, dan moeten we de kleuren gaan aanpassen en eventueel een geluidje laten horen. Oké, hoe moeten we dat gaan bekijken? A. Waar gaat een mannetje doorvliegen? Namelijk eigenlijk weer ongeveer door dezelfde afstand als we namelijk daar straks hebben gehad. Weer dit vierkant. Nu, eigenlijk zou je deze en deze ook moeten hebben. En dat maakt het een beetje moeilijker, want sommigen vliegen ook met een alighter hier zo laag mogelijk door. En dan wordt die eigenlijk niet genomen door de commandoblokken. Nu, je kunt wel oftewel van hier tot hier nemen. Dan moet je wel opletten dat als een mannetje naar hier vliegt en hij vliegt langs de zijkant van de koepel, kan er ook voor gezorgd worden dat de koepel geactiveerd wordt. Ring, niet koepel. Dus wat ik ga doen is gewoon heel eenvoudig het vierkant gaan nemen. Wat doen we? Heel eenvoudig, we doen terug het slash fill commando, eventjes leegmaken. Slash fill, taptoets, taptoets, taptoets met spaties. Klik op enter, we gaan naar de onderste. We halen het vorige commando terug op.
Spatie, taptoets is trouwens die pijltjes, als je dat nog niet wist. En dan doen we terug op enter. En we hebben namelijk de twee coördinaten. Hetgeen wat we gaan doen is naar de volgende commando, namelijk testen tweede ring. Wat staat hier eigenlijk op? Eigenlijk een test voor commando. Maar hetgeen wat ik ga doen is namelijk als volgt. Ik haal de vorige commando terug. En ik kopieer en plak eigenlijk de coördinaat. Nu, de coördinaten kun je ook weer net hetzelfde doen met F3 toets. Je doet op F3, je gaat daar staan en je kijkt op looking at. Dat is net hetzelfde, maar ik vind de fill commando iets makkelijker om te gebruiken. Oké, het volgende wat ik dan eigenlijk heb gedaan is namelijk die coördinaat hier ingezet. En wat we gaan doen is namelijk hier bij X, Y en Z deze coördinaten zetten. Dus wat we typen is bij X is 100, Y is 26... En de Z was iets meer, had ik juist gezien, dus dan moet ik even kijken, is 1336. Hetgeen wat ik ga doen is die 100, die 126.336 terug weghalen. Dus wat staat er op dit moment? Heel eenvoudig, er staat hier test voor. Ik ga testen als er iemand is voor iedere speler op X, Y en Z waren. Maar dat is maar één punt. Sorry, ik was tegen de microfoon. Maar dat is maar één punt van de hoek. We moeten ook de andere hoek hebben. Ah. Daarvoor staat DX, DY en DZ. We gaan kijken. X is 100, tweede X is ook 100. Dat blijft 0. 24, 26. Ah, dat gaat van 26 naar 24, is min 2. Dan 1334 en 1336. Ah, 6 naar 4 is min 2. We zetten hier ook min 2. Nu, dit stond al zo klaar, omdat ik dit net hetzelfde als in de map heb gedaan. Dus als je van boven, van linksboven neemt en dan in één keer naar rechts onder gaat, is de DX, DY en DZ vaak hetzelfde, maar je X en je Z kunnen aangepast worden. Dat hangt er vanaf hoe je je ringen zet. Dus stonden mijn ringen zo, staan ze in de X-richting, kun je met F3 zien, rood is X, blauw is de Y-richting. Oké, dus dat hebben we ingesteld, we doen op gereed. Nu, hoe kunnen we dit nu namelijk gaan testen dat dit de goede werkt? Wat we eigenlijk kunnen doen is ervoor zorgen om dit weg te halen, dan de commandobokken aan te zetten. En hetgeen wat hier staat is activeren derde ring, moet je niet echt op letten. Maar hetgeen wat hier namelijk bij staat is nog iets niet wat je moet doen, is hier. Dat stopt ook niet. Ik weet waar het zit, ik had het hier onderin verstopt dus. Dat is namelijk een play sound geluidje, dus hier play sound portaal. Dit is namelijk iets wat ik in mijn texture pack heb zitten. Play sound, portaal en dan zoveel. Dus je kunt bijvoorbeeld een play sound gebruiken en dan kun je namelijk ervoor zorgen om te zien als die portaal al werkt. Nu, dat is namelijk een geluid wat je kunt afspelen, het staat hier ook onder. Ik ga nu eventjes een play sound erin zetten die niet van de texture pack is. Dus hetgeen wat we kunnen doen is play sound enter, Minecraft. Nu moeten we eventjes wachten, want dat duurt vaak lang eer dat de lijst binnengehaald is van Minecraft. Oké, hetgeen wat ik hier heb ingezet is namelijk play sound Minecraft entity player burp. Dus eigenlijk het spelertje dat een boertje laat. Ambient, Jensie 1996, 20 blokken van mij vandaan. En, of ja, dat is het volume en op iedere positie waar dat ik ben. Dus hetgeen wat ik eigenlijk moet gaan doen is namelijk een boertje laten als ik hier door ga vliegen. Dus we gaan eens zien of dat wel degelijk werkt. Oké, ik zie mijn fout. Hier moet niet Jens 1996 staan, hier moet gewoon at A staan. Daarom dat het niet te goed werkt. Dus ja, zoals we kunnen zien, de ring staat aan, we gaan er door gaan vliegen. En ja, het geluid is afgegaan. Ik heb mijn hoofdtelefoon niet op, want ik moet opletten als er nog iemand langs gaat komen. Ik zie nu pas dat mijn licht bovenaan nog opstond, wanneer ik hier een lamp heb. Dus ja, nu weten we dat deze koepel eigenlijk werkt, of deze ring dus fatsoenlijk werkt. Hetgeen wat ik nu ga doen is eigenlijk als volgt. Is eigenlijk ervoor zorgen dat deze ring niet zwart, maar groen wordt als we dat doorgaan. Dus hetgeen wat we eigenlijk gaan doen is als volgt. De volgende commando die we gaan uitvoeren is deze lange commando. Dat is namelijk, vul deze positie. Ah, welke positie? Heel eenvoudig, dat moeten we nog gaan zoeken. Dat is namelijk eigenlijk deze positie. Dat is vanaf hier. En je moet kijken dat je op dezelfde hoogte bent als deze. Deze kunnen we eentje terug doen, net hetzelfde als deze. En even laag als deze, moeten we hier naar... Oh, moeten we zo even hoog als die. Hetgeen wat we weer gaan doen is oftewel weer op F3 en meer op looking at kijken. Maar hetgeen wat we eigenlijk kunnen doen is weer het fill commando. En dan hup, enter. We gaan hier naar onder. En het fill commando is nu veel makkelijker te gebruiken. En hup, we hebben dat gedaan. Dus hetgeen wat we gaan doen is terug naar deze commandoblok gaan. We gaan hier helemaal naar voren gaan. We doen het fill weg. Blablabla. We doen dit weg. We halen terug deze commando op. We zorgen dat we de coördinaten kopiëren en plakken. We zetten het hier langs de fill. En hup, we hebben dit ook weer klaar. Het volgende wat hier staat is...
Wat we gaan op deze plaats naar het Minecraft Stenend Hardened Clay 5. Stenend Hardened Clay 5 is namelijk hier de lichtgroene. Heb je een andere kleur, hetgeen wat je moet doen is F3 en H. Hier staat Advanced Tooltips Hidden. Je ziet, er staat gewoon lichtgroene geharde klei. Hetgeen wat ik doe, F3 en H. Ah, slash 5 staat daar, van Hardened Clay. Dus dat is namelijk het groene klei. Ik ga deze vervangen met Replace. Vervangen met gewone harde klei. Dat is het. Dus hetgeen wat er eigenlijk gaat gebeuren, is namelijk dat iemand als dit... eigenlijk heb ik het verkeerd uitgelegd. Hetgeen wat er eigenlijk staat, is namelijk dus dat ik... het groene klei gaat plaatsen waar het gewone klei is. Zo moet ik het uitleggen. Dus dat ga ik eventjes gaan doen. Dus hetgeen wat er eigenlijk gaat gebeuren als we gaan doorvliegen, is namelijk dat deze klei gaat aanpassen. Zoals je kunt zien, dus de klei is aangepast. En zo maak je dus deze ringen. Nu, hetgeen wat je moet doen om het groene effect te laten eindigen, is nog een stop zetten. Set blok op de positie van de redstone blok op deze plek dus. Moeten we namelijk Minecraft Air zetten. En zo stopt eigenlijk de hele klok te werken. Nu, als je dit eigenlijk gaat doen met een bronpakket wat ik heb gemaakt. Dus ik ga eventjes mijn texture packer gaan opzetten. Dan ga je namelijk eigenlijk te zien gaan krijgen hoe mijn blokken er eigenlijk uitzagen op mijn map. Dus eenmaal als dit klaar is, want het is een vrij groot texture pack met heel veel geluiden in. Kan ik het jullie namelijk gaan laten zien hoe het eruit ziet zoals in mijn map. Oké, het texture pack is ingeladen en zoals je kunt zien, dit zijn nu namelijk de groene blokken en dit zijn namelijk de zwarte blokken, dus het zwart geharde klei. Dit is gloeisteen, deze geeft ook namelijk echt ook nog licht in het donker, vond ik eigenlijk wel iets chic van in de map. Dus als ik bijvoorbeeld time set night toe, gaan jullie namelijk ook te zien krijgen dat deze wel degelijk licht geven. Dat vond ik wel iets chicer aan. Plus ook het groen en het zwarte. Dus eerst is die volledig in het zwart dus zo. En dan de rest is dan allemaal volledig in het groen. En dat is het eigenlijk. Dus als ik nu in één keer terug gaan veranderen naar mijn gewone texture pack. Ja. Naar mijn gewone texture pack. Trouwens hier allemaal TBG. Als ik terug naar het gewone texture pack ga gaan. Ga je een heel verschil gaan zien ten opzichte van daar juist. Want het is heel anders met een gewoon texture pack dan met mijn texture pack. Dus zoals je kunt zien. Dit is gewoon groen, dit is het zwart. Dan vind ik het met de texture pack toch een pak beter. Maar dan heb ik eigenlijk alles uitgelegd over hoe je namelijk dit kunt doen. Alle commando's staan hierin, dus je moet ervoor zorgen dat je namelijk je ringen opstart. Je iemand een elytra geeft, zoals ik hier heb, een elytra geef. Alle commando's staan hieronder trouwens. Dit is het effect van redstone. Dit is van hoe je moet testen van je ring. Dan, dit is het stoppen. Dit is het activeren. Ja, trouwens, als je gewoon de volgende ring wilt activeren, dat je ring per ring wilt hebben, eerst deze ring, dan die ring, moet je gewoon, als deze klaar is, ervoor zorgen dat op deze plaats een redstone blok wordt geplaatst met heel eenvoudig set blok Minecraft redstone blok. En dan voor het volgende, ja, muziek. Hetgeen wat ik er eigenlijk in heb zitten is van mijn eigen muziek van mijn texture pack. Maar jullie kunnen natuurlijk allemaal zelf kiezen welke geluiden jullie daar willen hebben. Maar ja, dat was eigenlijk namelijk hetgeen wat ik allemaal te vertellen had voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne en leuke informatieve video vonden. Mijn naam is Jens. Hebben jullie nog meer commando's die jullie willen weten of misschien meer dingen van de map zelf? Bekijk dan de map eens, dan leg ik het jullie misschien eens uit. Dit was namelijk level 5 van mijn map. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!